Dames en heren, jongens en meisjes, lang verwacht, maar dan eindelijk hier. En ik ga niet voor je liegen. Het heeft heel veel te maken ook met het circuit waar we vandaag op racen. Dat is Baku. Met de auto waarin we racen, de Williams. De Williams die zich echt niet laat besturen. Dit is een absolute nachtmerrie. Ik verklap het alvast. Dit is een absolute nachtmerrie. En ik ga er het beste van maken. Even custom set up, 3, dat hoeft helemaal niet. Gewoon minimale fuel load natuurlijk. Het scheelt weer wat gewicht in de auto. We gaan een one-shot qualifying doen. En ik ga mijn best doen. De laatste vrije training ging best oké. Maar als we naar qualifying pace kijken, dat is een van de trainingsprogramma's natuurlijk die we rijden. Ik kom er gewoon niet aan. De auto is all over the place. Het begint een terugkerend verhaal te worden natuurlijk. We zijn hevig aan het investeren in chassis. Hevig aan het investeren in aero. Maar al die componenten laten zo lang op zich wachten. Eigenlijk veel te lang. Want dat heb je bij dit circuit absoluut nodig. Maar het is zoals het is. En we zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. Dat is dan ook precies wat we op dit moment gaan doen. En er rest mij niks anders dan te zeggen. Laten we gewoon gelijk in deze race duiken. Qualifying bedoel ik uiteraard. Dit ging even gruwelijk mis. Gek genoeg maak ik de meeste brokken in dat laatste stukje. Want als ik de auto iets te scherp indraai of een curb raak, dan is hij meteen de weg kwijt, deze Williams. Ik heb geen idee waar staan we. Vijfde! Bizar, man. Zowel Monaco als Baku scoren we heel hoog. Wat voor mij echt verreweg de moeilijkste circuits zijn. Dat betekent of dat ze de drempel veel lager hebben gelegd bij deze circuits. Of ik weet in één keer meer uit mezelf te halen. Geen idee. Ja, dit is sick. Maar ik ga door iedereen voorbij gereden worden. Dat is wel een ding. Een halve seconde van Sebastian Vettel af. Verbaasde niks. Waar staat onze collega, conculega? Nicolas Latifi staat helemaal onderaan. Met de 1.44 is 2.20. 2,3 seconden off the pace. Oké. We gaan kijken. We gaan ons best doen. We gaan de race rijden. En zien wat er daar gebeurt. Oh, daar zijn we op Baku, jongens. Ik ben echt bloedzenuwachtig voor deze race. Ik hoop dat ik hem kan uitrijden. Ik sta op P5. P5 is natuurlijk bijzonder hoog voor de Williams. Gek, want dat was bij Monaco dus ook zo. Ik hoop dat ik hem kan uitrijden. Ik hoop dat ik in de punten terechtkom. Top 10 is dat dus. En ik hoop dat ik hem kan uitrijden. Dat zijn mijn enige twee wensen. Vijfde, no way in hell dat gaat gebeuren. Maar we gaan het zien. Laat ons gewoon zo sterk mogelijk opstellen. De auto is echt een ramp om mee te rijden. Maar we doen wat we kunnen. Er zijn
Er zijn zoveel plekken op dit circuit. Waarbij als je je één keer verremt, één stuurfoutje maakt, een slipstream pakt waarbij je net te laat uitkomt bij de bocht. En je bent gezien. Want er zijn alleen maar barrières. Er zijn geen uitloopstroken. Het is de barrière en dat kan vaak einde race zijn. Heeft Vettel een straf gekregen dan? Dat betekent dat ik vierde sta. Tweede startrij. Max Verstappen en Perez. Stroll, Ricciardo, Norris en Sebastian Vettel. Ja, 10 plaatsen grid penalty. Antonio Giovinazzi en Ocon, Albon, Grosjean. Albon ook 10 plaatsen. Daniel Kvyat, Latifi en Kevin Magnussen vullen de laatste spot op de grid. Nu is het bijna tijd voor lights out, dus laten we naar de track gaan. Hey, er is een Ferrari crash achter me. Dat is mooi. Hebben we daar geen last meer van in ieder geval? Is het een Ferrari van Leclerc? Ik denk het wel, hè? Oh. Nee, deze elke keer zo slecht, joh. Ja, Charles Leclerc is eruit. Niet dat ik normaal gesproken de concurrentie aanga met Charles Leclerc, maar... Maar toch wel lekker. Een redelijk leuk gat. Nog met Bottas, maar die kruipt wel iets dichterbij, zag ik.
Klein moment van wielspin daar. Ah, dat is bandenslijtage daar hoor. Als je daar te vroeg op het gas gaat. Poef. Bottas op 2 seconden. Dat is lekker. Please laten we dit vol kunnen houden. Sorry jongens, ik praat niet zoveel tijdens deze race, want dit is een race waarbij ik echt 100% concentratie moet hebben. Je zit hier, ik ga nu al de wand in. Dat is bijna 3 seconden. Woef! Oeh, daar gleek een beetje. Ah, nee, alsjeblieft niet. Wat is weer iets dichterbij gekropen?
had wel echt gelijk naar binnen moeten gaan, want de bandjes, die hebben het zwaar. Vorige ronde had ik nog zoiets van, nou, dit kan nog wel, maar... Nu ben ik vooral heel veel tijd aan het verspillen. Bottas van 3 seconden weer terug naar 1,9. Vleugel is nog groenig. Ja, er komen wel gelijk in traffic. Wat vervelend. Kijk, we liggen gelijk in de clinch met de andere auto. Het is wel het laatste wat je wil hebben. Wel echt maximale traffic, man. Nog een DRS pakken. Maximale snelheid richting bocht 1. Moet even wennen aan deze banden, hoor.
teammate by 22.0 seconds. Bottas op 2.4. Oh, hier ga ik de mist in. Bottas komt wel langzaam dichterbij, maar 1,8 nog maar. Ja, die gaan we denk ik nog wel pakken voor het einde van de race. Weer op 1,8. Oh, dan raakte ik de muur. Ah, oh, kom op. Kom op, Koos. Nog heel even volhouden, jongen. Ik kom maar 7 seconden.
Het ding is, je wil die, die curb niet raken daar. Brengt zoveel onbalans in je auto meteen. Oh. Ik ga het niet moeilijk doen. Bottas krijgt die plek, want ik kan hem niet voorloven om, om te crashen. Buiten de seconde in ieder geval. Nee. Oh, hij raakte me. Ik raakte hem, whatever. Nou, ik krijg een DRS op mij, dus... Driver of the day is Sebastian Vettel, natuurlijk. Oh mijn god. We staan op het podium, jongens. Oh, wat een zweethandjes heb ik, man. Ongelooflijk. Dit is insane. Ik ben echt helemaal kapot. Ik ben helemaal lijp. Ik ben helemaal kapot. Insane. Echt insane. Wat een race, man. Oh, 18 punten.
Jezus, wat lijp. Oh mijn god, wat lijp. Oh mijn god. Fuck. After an event like that, be sure to join us again as we continue to bring you the latest insane. Ik heb er even geen woorden meer voor, jongens. Dit was de race van Baku. Laten we even kijken of er al wat upgrades zijn voor onze auto. Heel erg belangrijk namelijk. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. Pretty happy, yeah. Everything went your way today. It looked like you had a really good strategy. The team really pulled out all the stops. You're surpassing all expectations. Can anything or anyone stop you? With this aero package? I don't think so. Dat zeg ik alleen maar omdat ze dan een moraal boost krijgen en we hebben echt meer aero nodig. None of us wanted to be the person to back down. These things happen. You left some body work out there on the track. Were you struggling for grip? It's nothing that won't buff out. Appreciate your time. Oh, jezus, wat ben ik blij, man. Ongelooflijk. Ongelooflijke podiumpositie, jongens. Oh. De eerste. De allereerste. Mijn god. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Weekly resources, 240. Laten we gelijk wel naar R&D gaan. Investeren in aero natuurlijk, wat ik al zei. Het is een kleine jump. Het is ook een kleine jump. Ja, maakt niet zo heel veel uit, heb ik het idee. Nou, laten we deze maar doen dan. Develop upgrade. En dan hebben we nog 675. Misschien dat we iets voor het chassis kunnen kopen. Ja, we hadden eigenlijk deze moeten doen. Dat was wel een grote jump geweest. Oké, die doen we gewoon de volgende keer. Hopelijk zijn alle modificaties gelukt. Nee, is niet gelukt. Mislukt. Alles mislukt, man. Ongelooflijk. Ja, dat heb ik al gedaan, man. Ja. Het is wel demoraliserend, hoor. Want elke keer als ik iets koop qua upgrade, dan... Het gaat sowieso de eerste keer kapot. Het gaat meteen kapot. Dus ik ben alles aan het dubbelspenden. Terwijl we al zo ver achter liggen. Maar oké, het is wat het is. Ik ga niet zeuren. We zijn op het podium terechtgekomen. Ongelooflijk blij mee. Daarmee staan we op de 10e plaats in het WK. Ongelooflijk. William staat boven Alfa Romeo, Haas en Alfa Tauri. Heel bazig. Echt heel bazig. Nou ja, kijk eens aan. Jongens, dit was de race. Volgende race gaan we naar Canada. Ik vind het een mooi circuit voor Canada. Er zitten een paar tricky gedeelten in. Maar niks wat de pret mag drukken. Vind ik veel leuker om te rijden dan hier op Baku. Dit was hem, jongens. F1 2020 career. En ja, de volgende komt eraan. Canada. Volgende week. Ik hoop dat jullie er dan bij zijn. Bedankt voor het kijken. Adios. Ciao.